Een hele goede morgen, beste kijkers. Het is 9 mei, hemelvaart. Ik sta om 6 uur op het station, want we gaan douwtrainen door Nederland. Veel kijkplezier. En onze eerste trein wil deze DDZ naar Schiphol. Dan zit hij naar Hengelo, naar Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Duivendrecht, Amsterdam-Zuid, eindbestemming Schiphol. Zo onderweg naar Schiphol. In de ochtend kwam er ook nog iets van een zwerver of zo in de trein. Die vroeg aan mij zelfs of ik hiervoor betaald had of zo. Toen ging hij zelf ook in de eerste klas zitten, maar dat leek niet op dat hij überhaupt een kaartje had. Aangekomen op Schiphol, hier gaan we overstappen in de Intercity richting Amsterdam Centraal. Ik heb een ander plan. We gaan eerst met de Sprinter richting Den Haag en daarna gaan we met de ICNG richting Breda. Ah, er gaat ook een Intercity naar Den Haag. Laten we dat maar eens even doen. Zo, weer in een DDZ. Dit keer in een trein. Oh, het is de coupé. Nou ja, trein, coupé. Het is de deurtje is eruit, maar goed. En deze Intercity gaan we naar Den Haag Centraal. Aangekomen in de grootste schoolbak van Nederland, Den Haag Centraal. Zo, ik heb een koffietje gescoord, want ik was weer aan het slapen in de trein zo goed als. Zo, met deze ICNG gaan we naar Breda. Er zijn ook werkzaamheden bij Breda, rondom daar, zo zeg maar, rond Tilburg. Dus we moeten even kijken wat we dan doen. Ja, dat is wat volk. Yes, wat goed. Wij zitten niet achter de Brusselaar. Daar was ik eigenlijk gewoon een beetje bang voor, maar dat gebeurt dus niet. Zo, we komen nu aan op Breda en ik ben de Hazel Pendelmaster. Gaan met de tracks gaan we naar Amsterdam. Station Breda. Ik was even vergeten wat voor vibe deze treinen hadden. Echt donders. Met deze trein gaan we naar Amsterdam. Zomaar sneller zijn met de auto. Aangekomen op Amsterdam Centraal. Nou,
jongens, ik heb wat bedacht. We gaan met de ICE gaan we naar Arnhem. Dan gaan we met de Arriva stoptreintjes naar Winterswijk. Met de Arriva stoptrein naar Zutphen. En dan met de Arriva trein naar Apeldoorn. Dat wordt een heel raar rondje dit. Naar voren en stoeltje naar achteren. Met deze ICE gaan wij naar Arnhem. Er is helaas wegens personele problemen niet geopend tot aan Arnhem. Vanaf Arnhem hebben wij een nieuw personeel en zal die daarna ook zo spoedig mogelijk open gaan. Excuses voor het ongemak. Met die ICE aangekomen op Arnhem. Zo, die is kapot. Met deze trein gaan we naar Winterswijk. Op station van Winterswijk. Hier hebben we 10 minuten overstap op de trein richting Zutphen en Apeldoorn. Als ik in Zutphen ben aangekomen, moet ik even kijken wat er allemaal aansluit. Misschien dat ik de sprint richting Arnhem weer terugpak en dan via Arnhem weer naar Utrecht ga, maar dan moeten we nog even kijken. In de trein gebeurde net iets raars. Er ging iemand klagen over hoe ik mijn telefoon vaststiel of zo. Nou, schijnbaar dat hij dat mij dacht dat ik kon filmen of zo, maar geen idee, ik weet niet. Ik vind het apart. In ieder geval met deze trein aangekomen op Apeldoorn. Zo, het is voor wat eerder een lekker patatje mayo met een frikandelletje mayo. Zo, lekker gegeten bij Bolino's. Weer terug naar de trein. Zo, mijn trein is er. Ik moet alleen even doorlopen, want de eerste klas hangt helemaal achteraan. Maar ik had 2 minuten om op te stappen. Zo, ik had niet gezien dat er een Berliner zou komen, maar deze doen we tot aan Hengelo. Ja, ik had dus ook even gekeken bij de kiosk, bistro, mini bistro, kiosk ding. Ja, dat stelt helemaal niks voor. Dat is gewoon echt, zeg maar, zo'n tweede klas hok. Dat is eigenlijk gewoon omgetoverd tot een mini kiosk. Het is in ieder geval niet meer hoe het echt was of hoe het hoort. En een lekker koud biertje erbij. Dit keer niet om laten knijteren, Patrick.
Oh jeetje, we gaan op dit spoortje. Ja, kijk, Almelo, hier stoppen we niet. Zo, met die trein die nu wegrijdt, ben ik aangekomen op Hengelo. Hier sluit ik de video ook af, want de laatste trein naar Enschede, die geloven jullie denk ik wel. Laat een blauw duimpje achter, laat een comment achter. En lid van mijn kanaal, abonneer ook. En tot de volgende video.